Ja, onze ministers die zijn onder de loep genomen, zo vlak voor Prinsjesdag. En nu weten we wie het meest te vertrouwen is, volgens ons. Ja, nou niet volgens één vandaag. Want zij hebben een peiling gedaan onder 21.000 Nederlanders. Hebben ze ook gedaan aan het begin van de kabinetsperiode. En nu zijn ze dus weer gaan peilen. En wat blijkt, CDA-ministers die worden steeds populairder. Wopke Hoekstra bijvoorbeeld doet het heel erg goed. Ferdinand Grapperhaus ook heel goed. Die hebben een gedeelde derde plek. Maar de ChristenUnie is eigenlijk de grote winnaar wat betreft het vertrouwen. Carola Schouten die staat op plek 1. Carola Schouten van Landbouw. En ook Arie Slob van Onderwijs die doet het goed, want die is tweede op de ranglijst. Premier Rutte die wordt helaas iets minder vertrouwd door de Nederlanders, want die staat op plek 9. Mark, wie is jouw favoriet? Nou, niet om hier de clichés in te trappen, maar ik ben al jaren groot fan van Carola Schouten. Ja. Als we het over boer zoek vrouw hebben, misschien kan zij een keer meedoen, hè, als ex-boerin. Ik gun haar het beste. En alleenstaande moeder. Ja, maar wat maakt haar dan zo goed, volgens jou? Inderdaad, en dat zeggen jullie nu ook, de betrouwbaarheid. De ChristenUnie, keurige, betrouwbare partijen. Die Segers, die zei ook laatst van, ja, ik moet hiermee instemmen, hè, met die hele dividendbelasting. Ja, ik hou ervan. Ja, en Esther, hoe zit dat voor jou? Nou ja, ik vind het verbaast me niet dat zij zo hoog scoort. Ze heeft natuurlijk helemaal niet wat aan politici kleeft. Dat idee van die zit daar voor de macht en allemaal spelletjes te spelen. Dus dat doet ze heel goed.